Mijn naam is José Stoop, ik ben 40 jaar en ik woon samen met mijn man en onze drie kinderen hier in de woonboerderij in Den Oever. We zijn ooit gestart in de Saanstreek en daar komt ook de naam Saanse Chance vandaan. Ik kreeg Chance met de Saankanten, dus dat is eigenlijk, was het een beetje een grappig logisch vervolg om ons bedrijfje zo te noemen. Maar het is een bedrijf in landelijke woondecoratie en brokant. Ik word niet echt per se heel rijk van mijn bedrijf, maar wel heel erg gelukkig. En dat is wel heel belangrijk ook, ja. Het bedrijf is ooit gestart nadat mijn vader was overleden. En ik daar echt wel heel veel moeite mee had. En tegen alles eigenlijk wel wilde aanschoppen. En dacht van nee, ik moet weer een positieve vibe. En was altijd al met inrichting en decoratie bezig. Mensen zeiden, ja, daar moet je wat mee gaan doen. En zo is eigenlijk mijn bedrijf jaren terug ontstaan. Nou, de werkzaamheden voor mijn bedrijf zijn echt heel uitlopend. We hebben er ook een webwinkel bij, maar voornamelijk het persoonlijk contact met de mensen vinden we heel erg leuk. Ja, we zijn op zich eigenlijk wel heel actief en we doen workshops met handletteren, maar ik geef ook verfworkshops, het verven zonder schuren. Dus ja, dat doen we eigenlijk allemaal in onze eigen woonkamer. Dan moet ik ook het hele gezin naar boven bonjouren. Die mogen een filmpje kijken, chipje mee en hup, wegwezen. Is echt niet 6 keer in de week, want dat kan ook niet. Maar zo af en toe hebben we dat soort workshop. Tuurlijk zitten er ook mindere kanten aan. We hebben zelf een gezin met 3 jonge kinderen. En ik heb me ook echt wel af en toe in een splagaat gevoeld. Dat ik dacht van, oh ja, ik wil eigenlijk wat dingen met die jongens doen. Maar ja, ik moet voor mijn bedrijf ook mijn dingen doen. En dan heb je echt wel eens momenten dat je denkt, oh jee, ik moet echt kiezen. En ja, dan voel je soms wel zo'n slechte moeder. Denk je, oh, doe ik het allemaal wel goed? En uiteindelijk denk ik, ja, weet je, het is ook belangrijk dat je er voor je kinderen bent. Het is fijn dat je langs de voetballijn staat, dat je allerlei dingen met ze onderneemt. Geld is natuurlijk altijd fijn, maar het is belangrijker dat je er zelf bent. En eigenlijk, doordat ik mijn eigen bedrijf aan huis heb, ben ik er ook heel vaak. Alleen zullen ze dat nu niet altijd beseffen, maar hoop ik dat ze dat later wel hebben, dat we er toch altijd eigenlijk ook zijn. Nou, ik heb toen wij ons bedrijf zeg maar start, heb ik heel veel hulp destijds nog gekregen vanuit de gemeente Saanstad. Maar het kan ook best zijn dat er binnen jouw gemeente daar ook zeg maar instanties voor zijn die op weg kunnen helpen zodra je een bedrijf wil beginnen. Ook weet ik dat de Kamer van Koophandel speciale dagen organiseert, zeg maar, of avonden voor de informatie van joh, wat heb je allemaal nodig om een eigen bedrijf te starten. Soms moet je wel wat geluk hebben. Maar ik ben ook zeker wel van mening dat je dat geluk ook zelf kan creëren. Je kan overal tegenaan schoppen en denken van nou ja, mij lukt helemaal niet. Maar je kan ook tegen jezelf zeggen ja, waarom ben ik minder als een ander? Waarom zou ik dat niet kunnen? En dat is ook eigenlijk wel altijd mijn kracht geweest. Dat ik dacht van nou, als iemand dat anders dat kan, waarom kan ik dat dan niet?